voor jullie eerste training. Voor jou ook je eerste officiële taak als trainer. Hoe beviel het? Ja, goed. Ik moet zeggen, er zit natuurlijk al een aantal weken voorbereiding in. Maar vandaag is het echt begonnen. En ik moet zeggen, het geeft een goed gevoel. Hoe is je gevoel bij de groep? Ja, goed. Want ik ben betrokken natuurlijk geweest bij het samenstellen van de groep. Hè, samen met de andere leden van de staf en de TC. Oké, de groep is nog lang niet compleet. Er zijn nog een aantal jongens die nu op vakantie zijn. En er zijn nog een paar jongens die op vakantie gaan over een paar dagen. En we hebben natuurlijk nog wat blessuregevallen uit vorig seizoen. De jongens die geopereerd zijn. Dus komende week gaan we even rustig kijken hoe alles ervoor staat. Vandaag de eerste training. Hoe ging het? Ja, het was een lekkere training om voor het eerst mee te beginnen. Gewoon, je ziet dat iedereen weer fris is. En gewoon een goede training beginnen. Niet het maximale, gewoon rustig opstarten. En een paar goede oefeningen gedaan en wat loopwerk. En dat is gewoon prima. De komende week trainen jullie vier keer in de week. Pas over twee weken is de eerste oefenwedstrijd. Ja, ik denk dat dat een goede keuze is geweest. Ik denk dat je eerst wel een basis moet leggen op het trainingsveld voordat je echt een wedstrijd gaat beginnen. En daar ben ik in principe wel blij mee met zo'n opbouw. Ja, klopt. Anders gaan we dadelijk misschien al andere jongens ook te snel overbelasten. En dan kijk naar vorig seizoen. Toen hadden we aan het eind van de rit, hadden we met pijn en moeite, konden we 11 man opstellen. Dat is niet de bedoeling. Je kan pieken tot voor de winter, maar als je daarna nog maar 8 man hebt, dan schiet het niet op. Dus we gaan proberen natuurlijk iedereen zo lang mogelijk fit te houden. De eerste competitiewedstrijd thuis tegen IJsselmeervogels, een oude club van jou. Ook meteen een mooi affiche. Ja, en natuurlijk Dogan die eerste wedstrijd ook heeft, zou hij ook wel niet ook wel speciaal vinden. Dus ja, het wordt weer een mooi affiche natuurlijk. Ja. Dan weet je gelijk ook waar je staat aan het begin van de competitie. Vorig jaar was dat een beetje hetzelfde met Rijnsburg uit natuurlijk. En die kwamen goed door. En ons nu de taak om in 6 weken te zorgen dat we ook deze wedstrijd heel goed doorkomen. Ja, ik denk een schitterend visitekaartje om de competitie mee te beginnen natuurlijk. Ik bedoel, IJsselmeervogels hoort denk ik bij de top 5 clubs van de topklasse. En die mogen dan de eerste wedstrijd bij ons op bezoek. Daar zullen ze ook niet blij mee zijn. Nou, moeten wij dat gevoel dat ze daar niet blij mee zijn maar waarmaken gelijk die eerste dag. Het is moeilijk te zeggen nog wat je kan verwachten dit seizoen. Maar als je toch moet zeggen, wat denk je dan? Ja, nou ja dat is niet te doen. Het is nu allemaal nog even aftasten en kijken wat we allemaal weer in de Kuip hebben. Zeg maar. Ik heb er een goed gevoel bij. Het zijn allemaal frisse jongens met allemaal een goede wil. En ik hoop dat we gewoon weer wat moois gaan doen. En zeker ook dit jaar weer een paar prijs pakken. Ja. Nou, de eerste prijs waar jullie kunnen gaan spelen is de KVB-beker. Ik denk wel een gunstige loting. Ja, zeker twee heerlijke thuiswedstrijden. Dat is altijd in het voordeel. Zeker bij doordeweekse wedstrijden waar jongens toch uit hun werk komen. Ja, ik denk dat wij wel gewoon voor die derde ronde moeten gaan. Het zal niet makkelijk gaan, want we moeten het zeker niet onderschatten. Maar we moeten gewoon zorgen dat we net als vorig jaar in die derde ronde komen en een mooie loting hebben. Dat zeker. Nou ja, gunstig. Die ploeg zal er ook niet voor niks in staan. Alleen een thuiswedstrijd is lekker natuurlijk. En normaal gesproken zijn wij verplicht om die eerste ronde door te komen. Alleen nogmaals, je moet het wel laten zien.